Geweldig. Ik ben klaar. De dichteressen en dichters van B2N. En die gedichten zijn verpletterend mooi. Nou, wat is poëzie of wat is leuke poëzie? Of... Welke weet je er nog? Ja, eentje van Blauwe. Oh, ook al, Blauwe wil gewoon nog, ja. Ik heb het vorige week ook weer hier voor. Ja, jongens, ja. Welke? Ja, jongens, Slaag. Kopland? Ja. En nog eentje van Jan. Mijn vriend. Mijn vriendje. Ja. Gewoon Toon. Ja. Oh ja. Die ken ik ook wel. Ja. Er is nog steeds heftige discussie. Lees ze eerst maar even voor. Begin jij maar. Oh, nou. De man zonder vingers, de omgeving rood. Het rookt naar, de man zonder vingers. Een oorlog die snel vergeten wil worden, de man zonder vingers. Oké, mooi. Laat horen. Jouw laatste woorden. Witte muren, witte jassen, een bekende geur. Ik hoor je stem, jouw laatste woorden. Vaarwel, ik hou van jou, jouw laatste woorden. Oké, dramatisch. Het kind huilde, de tv was zwart-wit. De tv rook naar platgestampte spruitjes met alcohol. Een grote knalende tv. Het kind huilde. Een kind kan niks zonder een tv. Het kind huilde. Schrijf zonder woorden, inkt op het papier zwart. De geur lijkt weggevaagd, hoor niks. Schrijf zonder woorden, de woorden schrijven maar niet. Schrijf zonder woorden. De poster aan die muur, een punaise in het groen, naar lucht rookend, de smaak van mijn lippen nat. De poster aan die muur, nu is leeg wit, de poster aan die muur. Hadden jullie ook de opdracht om een mooie zin te herhalen? Is dat verliefd? Ja. Okay. Dat is een slot maar een deel. Ja, precies. Nee, dus, dat herken ik wel. Ja. Mijn koekjes branden aan, rook in mijn haar, zwart in de lucht, neus dicht. Mijn koekjes branden aan, zwarte tong. Wat is het laatste? Heet gevoel, mijn koekjes branden aan. Zwarte tong, heet gevoel, mijn koekjes branden aan. Ja. Maar jij mag nog een keer, want ik hoorde er niks van. Oké. Okay. Mijn koekjes branden aan. En moet u weer? Ja. Oké, mijn koekjes. Ja, mijn koekjes branden aan. Rook in mijn haar, zwart in de lucht, neus dicht. Mijn koekjes. Ik moet gewoon niet naar haar kijken, dat gaat helemaal goed. Zwarte tong, heet gevoel, mijn koekjes branden aan. De pen draait rond, de muur is wit, het ruikt naar oude kussens, geknor. De pen draait rond, in elk sprookje een wijze les, rondjes zijn saai. De pen draait rond. Op nummer 1. Hans Rodijsen, dat is een dichter die... Volgens mij 1953 gestorven is. Hij is nu 23 jaar geworden. Hij is gestorven aan leukemie. Maar hij heeft een paar hele mooie dingen geschreven. En zal ik even kijken wat het gedicht staat. Hij was homofiel. Daar zat hij ook. Had hij wel een probleem mee. Was in die tijd helemaal niet geaccepteerd. Dus, en dat gedicht heet... Als ik nu ga, zal het zachter. Het is voor mij wel een romantisch dichter. Als ik nu ga, zal het zachter zijn in de wind. In de... Okay. Als ik nu ga, zal het zachter zijn in de wind, in de huizen. Zal het hart zachter proeven aan de zonnebloemen en aan de lange stem die uit de kamer hangt in de tuin vol nachtegaalgezang. Als ik nu ga, zal het minder wreed in je schouder bijten en ook plezier op je lichaam leggen als veel fruit op een schaal. Als ik nu ga, zal het regenen, de wind zal sprookjes weven in de avond. Als ik nu ga, zal het zomer zijn voor het garen. Maar ik lig nog aan je armen, verankerd in de haven van de stad. Maar ik ben nog bij je, maar mijn stem glijdt nog over je als een strijkstok. Maar ik hou toch van je, dat weet je, maar ik slaap nog op je borst. Ik ben nog niet heen gegaan, de treinen zijn allemaal vertrokken. Ik ben nog niet heen gegaan, de kaartjes zijn verkocht. De koffers zijn ingestapt, ik ben gebleven. Als ik nu ga, zal het zachter zijn, in de wind, in de huizen. Zo.
Dat is wat anders dan de blauwbeelgorgel, hè? Ja, die heb ik gisteren toch gelezen. Ja, dat hoor ik. Ja. Ik heb nog een andere, maar dat is een beetje droevig. Dus iedereen die daar geen zin in heeft. Het gaat over de dood van de vader van de dichter. Dus als je daar niet tegen kunt, moet zeggen, dan doe ik hem niet. Dat heet Sterfbed. Nou, die staat ook in mijn top 10, hè? Dat is nummer 3 of zo. Nou, maakt niet verder, dat is allemaal Sterfbed. Mijn vader sterft. Als ik zijn hand vasthoud, voel ik de botten door zijn huid heen steken. Ik zoek naar woorden, maar hij kan niet spreken en is bij elke ademtocht benauwd. Dus schud ik kussens en verschik de deken, waar hij met krachteloze hand in klauwt. Ik blijf zijn kind, al word ik eeuwen oud en blijf als kind voor eeuwig in gebreken. Wij volgen één voor één hetzelfde pad en worden met dezelfde maat gemeten. Ik zie mijzelf nu bij zijn bed gezeten, zoals hij bij zijn eigen vader zat. Straks is hij weg en hij heeft nooit geweten hoe machteloos ik hem heb liefgehad. Dat is een dichter gewoon aan de stad hier. Die kun je zien rondlopen in de stad Groningen. Jean-Pierre Rie. Hij loopt niet zo snel meer, nee, want hij zit veel in de Woldhoorn. Café de Woldhoorn.